Hoi, superleuk dat je er bent. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik een look maken met allemaal producten van Essence. Ik kon mezelf niet inhouden. Ik heb het al unboxed zoals je kan zien. Dus hier ga ik een glowy summer eve look mee maken in samenwerking met Essence. Dus ik hoop dat je dat leuk zult vinden. Ik zou zeggen, pak er een lekker zomers drankje bij. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb hier als eerst van de Hello Good Stuff lijn heb ik hier een face oil. En hier staat dus Care, Glow and Prime. Dus dat betekent dat je deze aanbrengt voor je foundation. Dat vind ik best wel spannend. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Er staat trouwens ook op geen siliconen, microplastic, geen mineralenolie, geen parabenen, geen pechs. Het is echt zo'n typisch serumflesje. En het is, het is heel erg vloeibaar. Oh, het ruikt niet zoetig. Het ruikt een beetje zacht. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, maar het is een hele zachte geur. Ik doe gewoon... het is echt super vloeibaar. Ik doe even een paar druppeltjes op mijn hand. Ik heb nu volgens mij iets van 5 druppeltjes. Eventjes verwarmen. Dat druk ik nu over mijn hele gezicht. Op het moment dat ik deze video film is nog voor mijn operatie. Ik vind het heel erg spannend, mocht je het gemist hebben. Het staat op mijn Instagram account en ik heb er een YouTube kanaal over. De reacties die ik heb ontvangen zijn zo ontzettend lief. Achteraf ben ik ontzettend blij dat ik het heb kunnen en mogen delen. Want naast dit soort video's vind ik het ook gewoon hartstikke belangrijk om zulke soort onderwerpen met je te kunnen bespreken. En nou, ik heb het gevoel dat daar heel veel ruimte voor is. Dus daar wil ik je sowieso nog eventjes voor bedanken. Het volgende wat ik heb, dat is dit. Dit is de Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream. Het is een moisturizer en er zit dus een kleurtje bij. Er staat ook op 90% natuurlijke ingrediënten. Het zou je huid voor 24 uur moeten hydrateren. En ik heb hier 2. Ik heb hier 10 light. Nou, die skip ik. En ik heb hier 20 medium. Dus ik ga deze proberen. Het is een beetje zo'n primer-achtige verpakking. En de kleur... Oh! Ik vind de kleur heel erg mooi in de buurt komen. Bij mijn eigen huidskleur. Dat had ik eerlijk gezegd misschien niet helemaal verwacht. Ik ben de laatste tijd trouwens niet echt meer van de spons. Geen idee waarom. Ik ben helemaal fan van de kwast om mijn foundation aan te brengen. En kijk. Het geeft wel een beetje dekking zoals je kan zien. Het is niet full coverage. Maar als je mij langer volgt, dan weet je dat ik daar sowieso niet echt heel erg fan van ben. Ideaal voor als je gewoon een klein beetje dekking wilt. En verzorging in één. Dan ben je gewoon lekker snel klaar natuurlijk. Ik breng nog een klein beetje meer aan. En de look die we vandaag uiteindelijk willen gaan maken is een look. Een glowy summer eve look. En we kunnen even een momentje stilstaan bij het feit dat we steeds weer meer mogen. Oh, zo ontzettend fijn. Wij zijn laatst weer uit eten geweest. Echt genieten. En dan realiseer je ineens van, wow, dit was zo ontzettend lang geleden. Ja, daar geniet je dan ook weer extra van of zo. Zoals ik al zei, ik ben best wel onder de indruk van de kleur. Want zoals je kan zien, matcht die heel erg goed. Kijk, je kan het altijd hier, kun je het heel erg goed zien. Zorg er altijd voor dat je het een beetje zo naar beneden blendt richting de hals. En zoals je ziet, het ziet er gewoon echt heel erg mooi uit. In het pakket staat ook 2 matte & glow bronzers. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst eventjes mijn gezicht afpoederen. Dit is de Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powder Instant Blur Effect. En dan heb ik de kleur 20 Nude. En daarvoor neem ik mijn oude vertrouwde poederdons. Die dip ik gewoon lekker hoppa in de poeder. En dit breng ik dan lekker royaal aan op mijn voorhoofd. Of in ieder geval op mijn T-zone. Dat laat ik echt lekker flink intrekken. Zeker in de zomer. Dan zweet ik ook nog een keertje. En ik heb een vette T-zone. Nou, 1 plus 1 is, je raadt het al. Ik zorg ervoor dat ik mijn voorhoofd en neus, dat ik die echt goed inpoeder. En ook denk ik mijn bovenlip. Dat is altijd best wel gek als ik zweet. Ik weet niet of jij dit ook hebt. Please laat me weten in de comments. Want dan weet ik dat ik niet de enige ben. Maar ik zweet altijd heel erg op mijn neus. Hier zo, op mijn neusbrug. En hier om mijn bovenlip hoor. Ik zweet overal. Nou, ik ben benieuwd of één van jullie dat ook heeft. Of dat ik hier echt de enige in ben. Ik heb hier een grote poederkwast. Die dip ik gewoon in de poeder. Dat breng ik hier zo aan. Kijk, hier vind ik het nooit zo heel erg als ik nog een beetje een glow heb. Maar op mijn T-zone vind ik het altijd wel lekker als het gewoon mooi mat blijft. Als je daar ook snel last van hebt, dan is dit dus echt een goede tip om zo'n losse poeder, om die echt goed
royaal aan te brengen, dat in te laten trekken. En pas als je helemaal klaar bent met je make-up, de overige poeder wegzwiepen. Nou, echt gegarandeerd dat je T-zone veel langer mat blijft. Mijn wenkbrauw ga ik invullen met mijn all-time favorite. Ik vind hem nog steeds fijn. Ik heb er namelijk ook twee, dus vandaar dat ik er super lang mee doe. Maar ondanks dat ik er twee heb, doe je er hier echt wel heel lang mee. Ik denk dat ik deze nu voor ongeveer de helft heb gebruikt. En als je mij wat langer volgt, dan weet je dat sinds de unboxing van de lentecollectie volgens mij, gebruik ik deze al. Dus echt budgetfavoriet als je het mij vraagt. Ik ben dit zo aan het doen en ik heb even zo'n realisatiemomentje van wow, het is eigenlijk best wel een tijdje geleden voor mijn gevoel dat ik een make-up video heb gefilmd. Terwijl volgens mij valt het hartstikke mee. Nu ik dit aan het doen ben, voelt het zo fijn. Ik zit echt lekker in mijn bubbeltje. Dat hele gedoe rondom mijn borstprotheses, dat, ik zal eerlijk zijn, dat hakt er ook best wel in. Dus het is echt heel erg lekker om eventjes alles te kunnen vergeten. Even lekker zitten, make-uppen, in mijn bubbel en samen deze passie delen. Dus echt, ja, mega fijn dit. Dan heb ik hier de Brown Edition Eyeshadow Palette. En even kijken hoeveel kleurtjes zitten hierin. Er zitten 9 kleuren in en hij gaat een beetje van licht naar donker. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien kunnen we even een paar zwartjes maken. Looking good. Dit zijn de lichte kleurtjes. Kijk dan eventjes, deze knalt er echt uit. Dit zijn de matte kleuren. Hieronder, oh, die is ook zo mooi. En dan als laatste de wat meer donkere kleuren. Wow, die donkerbruin is volgens mij best wel gepigmenteerd. Oh, ik vind deze kleur en die. Dat zijn de shimmers. Oh, en deze vind ik ook heel erg mooi. Dus ik denk dat ik daar misschien wel eventjes iets mee ga doen. Ik begin met deze beige kleur. Het is een matte. Die breng ik dus aan als een soort van transitiekleur. Dat doe ik in mijn crease, oftewel arcadeboog. En met diezelfde een beetje fluffy kwast neem ik gewoon meteen die donkerbruine kleur. En die breng ik aan bij mijn buitenste ooghoek. Wow, kijk eventjes hoe donker hij is. Misschien had ik iets minder moeten nemen, want hij doet het heel erg goed, zoals je kan zien. Dat breng ik dan aan bij alleen het buitenste gedeelte van mijn oog, zodat je echt een soort van mooi gelift effect krijgt. Want dat is natuurlijk nu op dit moment een trend. Voor de gelifte ooglook trend is het belangrijk dat je recht in de spiegel kijkt. En dat je dan een soort van aanwijst met je kwast van ik wil de donkere oogschaduw tot hier hebben ongeveer. Als je zo kijkt, dan denk je van ik ga maar tot hier, want dan zit hij al mooi. Terwijl als je dan recht naar voren kijkt in de spiegel, dan is dat toch weer anders. En 9 van de 10 keer kijk je toch wel recht naar voren op een dag. Dus vandaar dat het belangrijk is om ook eventjes recht naar voren in de spiegel te kijken naar jezelf. Dan ga ik even kijken bij mijn eigen zwartjes. Want ik denk dat het voor de look die ik nu wil maken, dat ik het heel erg mooi vind om deze gouden kleur te gebruiken. Deze. Ik begin bij mijn binnenste ooghoek. Daar breng ik het aan met een deppende beweging. En dan dep ik dat zo langzaam steeds meer naar buiten toe. En als het meeste van mijn kwast af is, dan maak ik kleine heen en weer gaande bewegingen. En wat ik mooi vind is om de oogschaduw eigenlijk iets verder aan te brengen dan mijn ooghoekje. En om dat dan met een ronde beweging te verbinden met mijn arcadeboog. Als het licht er dan op een bepaalde manier opvalt, krijg je echt zo'n hele mooie glans namelijk. En ik denk dat het toch wel mooi is om ook nog een klein beetje van deze iets meer donker rosébruine kleur aan te brengen. Goede omschrijving. Een beetje dan op het middelste gedeelte, maar dan net iets aan de buitenkant. En ik hou mijn kwast een beetje zo schuin. Dus niet zo haaks erop, maar een beetje zo in een hoek. Zodat je dat mooi kan verbinden met de donkere oogschaduw die we eerder hebben aangebracht. Misschien dat het wel mooi is om nog iets van deze lichte shimmer oogschaduw aan te brengen als een soort van highlighter. Dus dat doe ik op het midden van mijn ooglid. Kijk eventjes hoe mooi dat je oogbal accentueert. Dat klinkt echt heel weird eigenlijk. Maar ik, ja, je snapt wat ik bedoel, toch? Misschien nog een klein tipje bij de binnenkant van je ooghoeken. Oh, kijk dan eventjes wat een verschil. Ik hoop dat je het kan zien. Eén zo'n klein mini stipje. En je look ziet er meteen heel anders uit, vind ik zelf. Heel erg nice. En de restjes die ik heb, die doe ik heel voorzichtig bij mijn wenkbrauw, zo aan de onderkant. Niet te veel, want hij is echt heel erg gepigmenteerd, zie ik. Dat je echt zo'n mooie glans krijgt bij je wenkbrauwbot. Ik moet even kijken, want ik heb hier dus 2 oogpotloodjes van dezelfde lijn, van de Long Lasting lijn. Ik heb hier Gold Bling, nummer 30. En ik heb hier 20 Lucky Lead. En ik denk dat ik het voor deze look heel erg mooi vind als ik die gouden, als ik die in mijn waterlijntje doe. Want ik ben wel heel erg benieuwd of dat een beetje pakt en of dat een beetje
blijft zitten. Oh, het is echt een heel erg lekker zacht potloodje en je kan hem zo omhoog draaien. Handig om mee te nemen met een weekendje weg. Helemaal top. Ja, ik ga voor deze gouden, want dat vind ik gewoon heel erg mooi. Zeker als je je waterlijntje een beetje wilt highlighten. Ik zal even het verschil laten zien. Kijk dan eventjes dit verschil, hoe mooi mijn waterlijntje nu is gehighlight. Echt super mooi vind ik het. Dus nou, doe ik ook aan de andere kant. Ik trek het lijntje ook gewoon een klein beetje zo door naar binnen bij mijn binnenste ooghoek. Op mijn onderste wimperrand. Ja, dit is een beetje flauw, want ik heb deze nu dus helemaal niet gebruikt. Maar als ik een favorietje zou mogen opnoemen, dan denk ik dat dit gouden oogpotlood, dat dit zo mooi is. En ook zeker voor in de zomer. Kijk, wat moet je zien? Stel je voor, je wilt gewoon een snelle look maken. Ik denk dat het echt wel ontzettend mooi is als je hier gewoon even je waterlijntje mee inkleurt. Omdat je ziet, het geeft zo'n mooi gehighlight effect. Het volgende wat ik ga doen, dat is deze Hello Good Stuff bronzer gebruiken. En ik heb dus, zoals ik al zei, ik heb twee verschillende. Ik heb hier als eerste Coca Cool en ik heb hier Coca Kiss. Ik heb hier dus nummer 20. Deze is redelijk warm. En dan heb ik hier nummer 10. En deze is ook iets koeler. En ik denk dat ik het eigenlijk wel... Oeh, moeilijk. Ik denk dat ik voor deze ga. Ik vind het lastig, want ik denk dat deze kleur voor nu... Is hij net aan goed, maar ik denk in de zomer, ik word best wel snel bruin, dan is deze voor mij te licht. Ik vergeet gewoon helemaal mijn mascara. En de mascara die ik hier heb, dit is de Hello Goods, de Volume Mascara with Caring Coconut Oil. Zonder microplastics, 93% natuurlijke ingrediënten. En dan het borsteltje, nou daar komt hij. Oeh, het is... Oh, wacht even, ja, ik ben namelijk niet zo'n fan... van borstelige borsteltjes, als je snapt wat ik bedoel. Ik ben heel erg fan van rubberen borsteltjes. Dit is dus wel zo'n harig borsteltje waar ik eerlijk gezegd niet heel erg fan van ben. Maar ik ben wel benieuwd, omdat deze aan het uiteinde loopt die smaller. Dus ik ben heel erg benieuwd of je hem daardoor makkelijker kan aanbrengen bij bijvoorbeeld de ooghoekjes. Nou, het zou mij benieuwen. Je komt in ieder geval heel fijn bij de... binnenste ooghoekjes. Ik denk dat het wel belangrijk is bij deze mascara om niet al te veel laagjes aan te willen brengen. Omdat je dan krijgt dat je wimpers een beetje aan elkaar gaan plakken. Maar kijk dan eventjes. Ik ben een paar keer eroverheen aan het gaan. En het lijkt alsof je qua lengte... Wat was dit? Was dit een lengte? Nee, dit is een volume mascara. Maar het lijkt alsof je mijn wimpers toch ook nog wel... wat lengte en krul geeft, zoals je kan zien. Nou, ik had het niet verwacht, maar voor zo'n harig borsteltje... vind ik deze nog best wel fijn. Dan heb ik hier het Choose Your Glow palet. Op de achterkant staat hoe de kleuren eruit zien. En dit is zo mooi. Het plasticje zit er nog op. Helemaal nieuw is hij. Ik heb drie verschillende tinten highlighter. Deze dit is een beetje een peachy kleur. Dan een wat meer geel-gouden kleur. En een mooie donkere gouden bronzen kleur. Even te kijken, normaal gesproken ben ik nooit zo van de roze highlighters, maar dit is wat meer rosé goud. Die vind ik heel erg mooi. Hoe heet deze? Candlelit Glow. Major Glow, Summer Glow. Ja, ik vind deze vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Dus ik neem die Candlelit Glow en dat breng ik aan bij mijn wangen. Ligt het aan mij? Kijk, hij lijkt iets lichter op mijn huid. Dus nou, misschien dat ik toch beter voor deze kunnen gaan, maar maakt niet uit. Nog een beetje van die wat donkere. Ik denk dat dat toch voor mijn huidskleur toch wel beter is. En ik doe ook nog een klein beetje op mijn neusbrug. Oh, kijk hoe gepigmenteerd. Wacht, even iets minder maken hoor. Holy moly. Nou, dat had ik niet verwacht dus. Zoals je kunt zien. Dus ik doe nog een heel subtiel klein beetje. Hij is echt heel erg gepigmenteerd. En ik vind het ook mooi om tegenwoordig wat highlighten op mijn neusvleugel aan te brengen. Ja, ik weet niet of ik raar ben, maar ik weet niet. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Dus hier bij mijn neusvleugel, want dan van de zijkant krijgt dat een hele mooie glans. Dan twijfel ik nu heel erg wat ik moet gaan gebruiken. Ik heb hier namelijk twee kleurtjes van de Plumping Nudes lipgloss. En ik heb hier een lippenstift. En dit is de Semi Shine nummer 101. Maar kijk dan eventjes deze kleur. Als deze niet perfect is als nude kleurtje voor mijn lippen. Kijk dan. Ik twijfelde een beetje. De laatste tijd begin ik namelijk steeds meer fan te worden van lipgloss. Dat was ik vroeger helemaal niet. Ik ben 28 en toen ik 13 was, zat ik in de eerste klas. En ik weet nog dat we toen lipgloss gebruikten. Wat echt, ja, van het hele dikke
plakkerige lipgloss was. Eigenlijk echt verschrikkelijk als ik erover terugdenk. Dus ik heb jarenlang heb ik geen lipgloss meer aangeraakt. Omdat ik dacht van, zo plakkerig. Maar ik vind dus dat tegenwoordig de lipgloss echt zo ontzettend fijn is qua structuur. Helemaal niet meer van het overdreven dikke plakkerige. Dus vandaar dat ik een beetje twijfelde. Maar omdat ik deze lippenstift zo mooi vind matchen met mijn eigen lipkleur, denk ik, ik ga toch voor deze. En misschien kan ik alsnog iets van een glossje eroverheen aanbrengen. Het lijkt alsof deze net ietsjes lichter aanbrengt. En dat komt misschien ook al omdat er een glansje in zit. Deze voelt super lekker zacht en verzorgend aan. Dit kun je echt zo in je handtas gooien als, ja, als eigenlijk iets van een lippenbalsem. Zo voelt het namelijk. Voelt echt heel erg lekker aan op de lippen. Ik denk dat ik hem bij nader inzien toch net even een tikkeltje te licht vind voor de look waarvoor ik ging. Dus ik ga deze lipgloss er eventjes overheen aanbrengen. Dit is de kleur 03 She's So Extra. En even kijken. Oh, ja. Oh, dit is oh, super mooie kleur dit. Ruikt ook echt heel erg lekker. Ik weet niet waarom. Het is een beetje zoetig, maar het heeft ook iets weg van groene thee. Misschien zit ik er helemaal naast, maar het doet me een beetje aan groene thee denken. Oh, ik ben echt fan van het gouden oogpolootje op mijn waterlijn. Dat vind ik er zo mooi uitzien. Echt, nou ja, de perfecte glowy summer eve look vind ik het. Essence had mij dus gevraagd of ik een glowy summer eve look wil maken. Nou, en als dat niet gelukt is, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Ik ben echt... Dat gouden oogpotloodje, deze in de waterlijn. Ja, ik weet niet. Ik vind dat de look echt helemaal afmaken. Terwijl het zo ontzettend simpel is om te doen. Laat maar even weten in de comments hoe jouw ideale zomeravond eruit ziet. Ik hoop dat je lekker geniet van het weer. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je hier nieuw bent. Blijf lekker plakken. En dan ben je de volgende keer ook weer bij. Heel erg bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende video. Doeg!